Elke week beoordelen we de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste glaasjes en ziet er dus uit om door een ringetje te halen? En wie, oh wie, slaat de modeplank finaal mis? Deze week zijn we op het filmfestival van Palm Springs in het Palm Springs Convention Center. Amy Adams draagt een jurk van Altoet Sara die is opgebouwd uit twee verschillende bloemmotieven. Die combinatie is spannend en breekt mooi het silhouet met behoud van lengte. Het decolleté is niet te laag en de kleur is perfect bij de tint van Amy's haar. Goed, vier glaasjes. Nicole Kidman gaat hiervoor een stoerdere jurk dan ze normaal doet. Dior tekende voor deze creatie. Het contrast tussen enerzijds de tattoo-achtige tekening en de wederlichte perzikkleurige stof anderzijds zorgt voor spanning. De kleur past perfect bij haar huidskleur. Minpuntje is dat dit op de foto's iets minder mooi overkomt en Nicole daardoor iets wat flats oogt. De kapper had ook zijn dag niet. Bijna goed, drie glaasjes. De vuurrode combinatie van Laura Linney heeft iets weg van een set kussenslopen. De opengewerkte mouwen vinden we ook minder, want als ze beweegt kijk je recht in haar oksel. Het korte splitje is het ook net niet. Hierdoor lijkt het net of de actrice heel korte benen heeft. De kleur is mooi, maar Tom Ford, die verantwoordelijk is voor deze creatie, moet echt nog even sorry zeggen tegen Laura. Snel naar huis, twee glaasjes. Janelle Monáe ziet er feestelijk uit in een zwart-witte jurk die met goud is afgebiest. De halterachtige bovenkant met de band geeft het een mooie taille. Zo hoort dit type jurk gedragen te worden. Het geheel is tot in perfectie afgestyled met een Jimmy Choo clutch in dezelfde kleuren. Goed, vier glaasjes. De altijd hip geklede Pharrell Williams ziet eruit zoals we van hem gewend zijn. Maar de te korte vintage jeans met pandjesjas en hoed zijn voor ons echter wat te bijzonder. Alsof hij naar een verkleedfeestje gaat. En er stond toch echt black tie op de uitnodiging. Pharrell's date Mimi Valdez ging van ellende maar mee in het artistiek bedoelde gedoe en kwam opdraven in een zwarte satijnen jurk met platte schoenen eronder. Als een nieuw soort personage uit The Addams Family. Op het leuke Chanel tasje na is het eigenlijk allemaal om te huilen. Zo jammer, twee glaasjes.